wij willen dus kunst zichtbaar maken voor de Purmerendse bevolking. En dat doen we onder andere door exposities te organiseren. Dit is de 6e groepsexpositie van dit jaar. Elk kwartaal hebben we een groepsexpositie in het Stamhuis. We hebben de overzichtsexpo gehad in het Purmerends Museum. Een maand lang. Dat is een grote hit volgens mij. En nu dus, hier hangen we een maand, ook in een groepsexpositie. Jullie zijn de grote getalen gekomen, heel fijn. En naast mij staat Anneke Goede en die gaat direct de expositie openen. Anneke die organiseert kunstprojecten, onder andere Ode aan de Beemstervrouwen. Dat project heeft heel veel publiciteit gehad. Heel veel zelfs. Het heeft het nieuws gehaald. Het heeft op één gehaald. Anneke was zelfs de gast bij op één. Nou ja, hele discussies. Maar jullie kunnen het allemaal op internet terugvinden. Dus ik ga daar niet verder op in. En Anneke zegt zelf. Voor de kunst kom ik mijn bed uit. Dus nou ja, dat is toch geweldig. En alleen al om die reden mag je deze expo openen. En ik geef nu het woord aan Anneke. En Peter zei het net al, ik kom voor de kunst mijn bed uit, want ik ben een grote liefhebber van originele kunst. Er gebeuren veel nare dingen in de wereld, maar er gebeurt ook veel goeds. Voor de negatieve, donkere kant van het leven hoeven we onze ogen niet te sluiten. Zeker niet. Vele vraagstukken blijven vragen om onze aandacht en vragen om oplossingen. Maar het blijft ook belangrijk om telkens weer het accent te verleggen naar het positieve, naar het goede. Want die dingen zijn er ook. En kunst heeft naar mijn idee, en ook denk ik naar jullie idee, daar een grote bijdrage in. En daarom is kunst gewoon belangrijk. Nou ja, de grote krachten van dit kunstcollectief is dat jullie die kunst zichtbaar maken. En de drempel naar kunst verlagen. En jullie realiseren podia om de kunst te laten zien. En zoals jaarlijks de kunstroute, die zeer succesvol is en altijd goed wordt bezocht. Of de kunst in de etalages, in de winkels, in de binnenstad. En de gezellige bijeenkomst in het kunstcafé, het Stamhuis. Waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten, want dat is ook belangrijk. Dat kunstenaars elkaar opzoeken en contact hebben. Of zelfs samenwerken. Want dingen samen doen geeft ontzettend veel kracht en opent altijd nieuwe wegen. Kunst verdient daarom zeker ook een plek in openbare ruimtes zoals hier. Niet alleen in musea en galeries. Want niet iedereen komt in een museum of een galerie. Die drempel is vaak toch nog te hoog. Hoogste tijd om deze open expositie als geopend te verklaren. Heel mooi, hele mooie speech. Treffend gesproken. En, nou, hij is geopend, de bar is geopend, was al geopend en de expo is geopend. Dus geniet! De komende anderhalf uur geloof ik zo'n beetje nog. We gaan een leuke middag van maken. Oké, dank jullie allemaal wel.